In de voorgaande filmpjes hebben we het gehad over verschillende productiemogelijkheidenlijnen. En daaruit bleek eigenlijk dat die productiemogelijkheidenlijnen vaststonden. Je kon niet verder rechts van de productiemogelijkheidenlijn gaan om meer te produceren. En bijvoorbeeld de jager, die kon maximaal 5 konijnen vangen op een dag. Nou, dan kun je jezelf afvragen, is dat dan altijd zo dat die productiemogelijkheidenlijn vaststaat? Nou, dat gaan we even illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel, we hebben een visser. En die visser is genaamd Kees Kibbeling. En die visser, Kees Kibbeling, die heeft een productiemogelijkheidenlijn. Nou, die gaan we even tekenen. De verticale as en een horizontale as. En we zetten op de horizontale as het aantal vissen dat Kees vangt op een dag. Een aantal streepjes zetten. 1, 2, 3, 4 en bijvoorbeeld 5. En hij zou er ook voor kunnen kiezen in plaats van vissen om een visnet te maken. En dat zijn er ook eventueel meerdere op een dag. Nou, normaal gesproken, en zoals je ziet, richt Kees zich puur en alleen op vissen. Dus niet op andere producten. Wel het maken van visnetten natuurlijk. En stel dat Kees, voor wie vissen echt zijn lust en zijn leven is, zich alleen de hele dag richt op het vissen met een hengel. Nou, dan zou hij 5 vissen vangen en logischerwijs 0 visnetten maken. Zou hij zich echter alleen maar richten op het maken van visnetten? En dan heeft hij wel een probleem, want hij heeft geen eten. En dat is niet goed voor Kees. Dan zou hij in staat zijn om 3 visnetten te maken. Nou, dat geeft ons de volgende productiemogelijkheidenlijn. Die loopt hier van 3 naar 5. En de vraag is, kunnen we deze productiemogelijkheidenlijn, die er niet mooier op wordt op deze manier, ietsje dikker, kunnen we die nog gaan veranderen? En het antwoord daarop is vanzelfsprekend, of misschien niet vanzelfsprekend, maar het antwoord daarop is ja. Hoe zou je dat kunnen doen? Nou, hij zou kunnen zeggen, ik ga in plaats van dat ik 5 vissen ga vangen, ga ik op een dag 4 vissen vangen en 1 net maken. Dus ik ga op dit punt zitten, 1 visnet en 4 vissen. Dat betekent dat hij, en dat doen we even, investeren. Hij investeert. En dat doet hij in zijn kapitaal. Investeren in zijn kapitaal. En er zijn eigenlijk binnen economie 2 soorten van kapitaal. We hebben financieel kapitaal. Daar denken de meeste mensen vaak aan. Dat zijn de centen. Maar we hebben ook fysiek kapitaal. En fysiek kapitaal, dat zijn de machines, de werktuigen, de visnetten in dit geval, waarmee er wordt geproduceerd. Nou, en dat doet hij dus, want hij maakt een visnet en dat zorgt ervoor dat hij de volgende dag niet alleen 5 vissen kan vangen en dat visnet uit kan gooien, maar dat hij daarmee zijn productie vergroot en dat hij kan zeggen, nou, mijn productiemogelijkheidenlijn, die ziet er, nog een poging, die ziet er zo uit en ik pak nu 6 vissen op een dag. En dit noemen we dan even de productiemogelijkheidenlijn na 1 dag. Dat kunnen we hier ook nog even doen. Productiemogelijkheidenlijn na 0 dagen. En je ziet, door het maken van het extra visnet heeft hij ervoor gezorgd dat zijn productiemogelijkheidenlijn verandert en dat hij meer vissen kan vangen, want hij heeft een visnet plus die 5 vissen die hij normaal gesproken al ving. En zou hij er 6 kunnen vangen. Stel je voor dat hij dan de volgende dag zegt, nou, ik ga nu 5 vissen vangen en nog een visnet maken. Nou, dan zou hij zijn productie nog meer uit kunnen breiden. En dan komt de productiemogelijkheidenlijn nog verder te liggen. En dat allemaal doordat hij investeert in, dat zetten we er nog even bij, extra kapitaal. Dus hij verzamelt extra kapitaal. De visnetten worden niet beter, niet meer high-tech, maar hij verzamelt gewoon of hij maakt extra visnetten.
Het is ook op een andere manier mogelijk om in kapitaal te investeren. En dat is namelijk door dingen technologisch te verbeteren. Dat noemen ze vaak R&D, Research and Development. En daardoor zou hij bijvoorbeeld een beter visnet kunnen maken. Maar dat is hier niet het geval. Hij investeert alleen in extra kapitaal. En dat zorgt er dus voor dat hij kan groeien, zijn productie groeit.